Magnesiumoxide is een bijzondere stof met bijzondere eigenschappen, die met name in de bouwwereld op veel plaatsen goed toepasbaar is als vervanging voor gips of cement. En dat kan veel besparen. Wij produceren een plaat. Wat je ervan kunt maken is wanden, vloeren en plafonds. MAGOK staat voor brandveilige platen, duurzame platen, CO2-arme platen. Platen van magnesiumoxide hebben als belangrijkste voordeel dat ze uitermate sterk zijn, waardoor je voor veel toepassingen veel minder dikte nodig hebt. Het hoeft niet zo dik te zijn. Dat heeft het voordeel dat je makkelijker kunt ontwerpen. Die dikte bepaalt aan de ene kant dat je minder kosten hebt in je logistiek. Dus in plaats van als je traditioneel met gipswanden zou werken, heb je 12,5 mm. Bij ons is het 9 mm. Maar om een brandwerendheid van 30 of 60 of 90 minuten te halen, heb je 2 of 3 lagen gips nodig. Bij ons ga je dan van 9 mm naar 12 mm. Dus je bespaart aan de ene kant toevoer van platen naar de plek waar je gaat bouwen. Dus je hoeft minder te sjouwen met die platen. Je hoeft minder vrachtwagens te laten komen. Daarnaast is het natuurlijk voor het milieu ook beter, want je gebruikt maar 9 of 12 mm van het materiaal, terwijl je anders misschien wel 25 of meer millimeters nodig hebt. Als je een dikte hebt van 4 of 6 mm, kan je het materiaal buigen. Dus dan kan je er boogjes mee maken. Dus dan is de sterkte eigenlijk niet zo dat het heel stijf is, maar dan is de sterkte eigenlijk dat het een heel buigzaam materiaal is. Boven de 9 mm wordt het een heel robuust materiaal. Wat je op de grond kan gooien, gaat niet breken. Wat gebruikt wordt voor de wanden, waar je tegels aan kunt vastplakken zonder dat die wand schuin gaat trekken. Ja, eigenlijk kan je daar alle functies die je in de bouw nodig hebt mee uitvoeren. Het gebruik van magnesiumoxide platen is dus heel duurzaam, omdat het zo sterk is dat je minder hoeft te gebruiken en minder hoeft te vervoeren. Maar ook het productieproces van de platen op basis van de eigen zinktechnologie is uitermate duurzaam, omdat het gebeurt bij relatief lage temperaturen. Het maakproces is eigenlijk, je mengt de ingrediënten, magnesiumoxide, magnesiumsulfaat, glasvezel, houtsnippers, door elkaar. En daar maak je een pasta van. En die pasta die stort je op een blad. En op dat blad, dat is een heel groot dienblad kan je zeggen, gaat het geperst worden. En daarna moet het worden gedroogd. En dat drogen, dat is eigenlijk het cruciale. Dat drogen gebeurt onder 35 graden in een hele grote oven die niet gestookt wordt, want tijdens het chemische proces komt er warmte vrij. Dus het is zaak om die 35 graden te houden. Dat is 24 uur. En daarna wordt het nog 7 dagen op een andere locatie gedroogd om het sterk te krijgen. Dus het is een soort uithardingsproces. Ze noemen het in het Engels curing. En dat curing proces maakt dat het een heel sterk product gaat worden. Tijdens het proces gebruiken wij eigenlijk lage temperaturen. En een deel van de chemische reactie veroorzaakt temperatuur. Dus wij hebben eigenlijk heel weinig energie nodig om de plaat te maken. En dat is een heel andere situatie dan wanneer je beton maakt of gips maakt. Daarnaast, de ingrediënt, het belangrijkste ingrediënt is magnesiumoxide. Magnesiumoxide zijn eigenlijk kiezelsteentjes die worden verpulverd en worden vermalen en in feite via een calcinatieproces, dus daar wordt wel energie gebruikt. Maar dat is rond de 400 graden. En dat proces leidt tot magnesiumoxide. Dat is het poeder wat je nodig hebt om in onze plaat te verwerken. Magnesiumoxide is dus niet alleen duurzaam in gebruik, maar wordt ook duurzaam geproduceerd. En de duurzaamheid van dat productieproces, maar ook de continuïteit en de kwaliteit, worden zorgvuldig bewaakt, ondanks het feit dat in China wordt geproduceerd. Wat heel belangrijk is voor de MAGOK Boards, is dat wij het enige Europese bedrijf zijn dat CE gecertificeerd is. Wij produceren in China. Onze partner is een fabriek in China. Die fabriek is door ons CE gecertificeerd via Kiwa. Daarnaast, als zij produceren, hebben wij heel veel kwaliteitscontroles. U weet misschien ook wel, in China kun je alles voor elke prijs kopen. Wij willen dat niet. Wij willen een kwaliteitsproduct op de markt brengen waarvan de eerste plaat net zo betrouwbaar is als de miljoenste plaat. Daarom hebben wij heel veel geïnvesteerd bij onze partner in de kwaliteitssystemen, kwaliteitscontroles. En zijn wij door Kiwa gecertificeerd als CE.
En daarmee mogen we de Europese markt op deze manier bewerken. Nou, dan komt hij vanuit China naar Nederland. Ofwel direct naar de klant, ofwel naar ons magazijn in Rijssen. En in Nederland worden de platen van magnesiumoxide op allerlei plaatsen in de bouw gebruikt. Op dit moment nog vooral in bijzondere innovatieve projecten, maar in de toekomst zal het product steeds breder en voor steeds meer toepassingen worden ingezet. Dat is Jans zakelijke, maar ook een beetje morele missie. Wij willen eigenlijk meehelpen om de wereld te verbeteren. Dat is heel groot. Maar in feite dragen wij bij aan CO2 lagere consumptie. Waardoor onze klanten in een huis kunnen wonen op een net zo behagelijke manier als ze nu wonen. Maar dan veel minder energie gebruiken, veel minder materiaal gebruiken. MAGOK staat voor duurzaam bouwen en brandveilig bouwen. Dat is het allerbelangrijkste. En daarmee kunnen wij een veiliger omgeving voor mensen creëren. Maar een omgeving ook die energiezuiniger kan werken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sync Building Solutions en MAGOKS.